Ben je net 18 geworden of mag je dit jaar voor het eerst stemmen? Let dan goed op, want ik heb een belangrijke boodschap voor jou. Dit jaar mogen er namelijk 655.000 jongeren voor het eerst stemmen. En dat is echt een enorm aantal. Jouw stem maakt dus daadwerkelijk verschil. En nu ben ik wel benieuwd, waarom wil jij stemmen? Ik ga stemmen omdat ik op die manier invloed kan uitoefenen op de politiek. Ik vind het klimaat belangrijk, zodat mijn kinderen ook nog in een gezonde wereld kunnen opgroeien. Daarom ga ik stemmen. Ik vind het belangrijk dat ik een goede toekomst tegemoet ga. En daar zijn de juiste voorzieningen voor nodig. Het is belangrijk dat ik mijn mening laat horen en dat doe ik door middel van stemmen. Want mijn stem brengt weer een extra kans dat mijn voorzieningen een realiteit worden. Zo, die is scherp. Maar ja, op wie ga je dan stemmen als je zo meteen eenmaal in dat stemhokje gaat? Kijk, het is belangrijk dat je daar goed over nadenkt. En ik weet, politiek kan soms best een lastig onderwerp zijn en misschien ook wel een ver van je bedshow lijken. Maar gelukkig zijn er vele manieren om jouw stem toch goed te kunnen bepalen. Vul bijvoorbeeld eens online een stemwijzer in of praat erover met je ouders of klasgenoten. Want jouw stem is echt belangrijk. Dus pak dat rode potlood en stem.